Ik ben Lilian Marijnissen van de SP. We moeten de woningnood oplossen door te bouwen in de natuur of rondom steden. Nou, er moet vooral betaalbaar gebouwd worden op de plekken daar waar dat kan. En dat zal misschien soms op landbouwgrond kunnen. Dat zal zeker ook wel in de steden nog kunnen op heel veel plekken. Er staat ook nog heel veel leeg waarvan wij zeggen... Hey, dat kan in deze tijd van woningnood echt niet. Daar zou je ook echt gewoon woningen van kunnen maken. Vluchtelingen opvangen moet verplicht worden... Of gemeenten hebben een vrije keuze om vluchtelingen op te vangen. Wij vinden dat ieder zijn eigen deel moet, een eerlijke deel moet opvangen. Dus elke gemeente moet inderdaad vluchtelingen opvangen, ja. Maar wij vinden wel dat de rijke gemeenten meer vluchtelingen moeten opvangen dan de arme gemeenten. Dat is de vorige keer fout gegaan. Toen hebben gemeenten met lage inkomens drie keer meer vluchtelingen opgevangen dan gemeenten met hoge inkomens. Nou laten we dat nu eens omdraaien. Veiligheid verbeter je door meer blauw op straat of meer voorlichting op scholen. Nou, veiligheid verbeter je sowieso door meer blauw op straat, want er zijn nu minder wijkagenten dan aan het begin van de periode van Rutte. Wie moet beslissen over waar windmolens mogen staan? De gemeente of het Rijk? Wij vinden dat de mensen uiteindelijk het besluit moeten nemen over waar windmolens komen. Een lokaal referendum is een goed idee of een slecht idee? Een lokaal referendum is een heel goed idee, want daarmee organiseren we meer zeggenschap voor mensen, buiten dat je één keer in de vier jaar mag gaan stemmen. Op vakantie slaap ik het liefst in een hotel of in een tent op de camping. <laughs> uh, nou, dan kies ik toch voor een lekker hotel als ik dan toch op vakantie ga. Het liefst wil ik de verkiezingen winnen of dat Nederland het WK voetbal wint. Da, alle twee zijn natuurlijk het mooiste zijn, maar als ik moet kiezen. En ja, dan doe je toch maar de verkiezingen.